Hazard. Even dollen met Lassigi. Vindt aan Voorts voor de driepunter. Die gaat er mooi in. Top of the key. Niels Voorts. Nubri. True traffic. En het blok van Jurisic liever op Clark. Wilt installeren Kok toch een uitstekende verdediger. En Brussels. Diep zijn voorsprong. Wat verder uit. Want als we 1-op-1 gaan lopen, dan klop ik je wel. Voorts. Vincel. Die geeft het antwoord. Het is minder spectaculair, maar even efficiënt. Twee puntjes erbij. Jurisic voor de driepunter. Die zit er ook mooi in. Nu wel. En de steal nu van Cho. Turnover van Oosterwijk. Eliou pass. Mooi. En Jurisic trekt hier mooi door op de lop van Louis Hazard. In de face van Thompson. Wow, mooi, dat is de hustle die we willen zien. De kleinste man op het terrein. En dat zorgt voor de driepunter bij Raymond. We hebben zelfs meer dan één stop nodig. Maar inderdaad, beginnen bij het begin. Maurice met het antwoord. Ja, en dat is geen stop. Dat is een gratis driepunter weggeven. Maurice stond daar helemaal vrij. En zo is de laatste aanval voor Brussels in die derde kwart. Een stop om de schade te beperken. De schade wordt niet beperkt. De voorsprong wordt gewoon verdubbeld. In dat vierde kwart, 16 punten de voorsprong van Phoenix Brussels. En dan een mooie blok van Niels Voorts op de veel grotere Thompson. En bij Brussels denken ze, dat is prima voor ons. Wij doden de tijd zoveel mogelijk. Washington tegen Thompson. Drie punter. Ja. Ver onder zijn gemiddelde. Washington nu met het antwoord. Met wat geluk. Met inderdaad wat geluk. En nog steeds 14 punten goed te maken. Washington zet Voorts on skates en maakt het dan mooi af. Mooi gedaan van Washington, inderdaad. Jurisic. Wat onderneemt hij? Inleveren, zegt hij. De driepunter, die gaat er mooi in. Masamba, duidelijk hier in de Winketkaai. En ze nemen nog een laatste shot. En dat gaat er nog in. Om toch ja. Die... Morris toch maar met 20 punten verschil te inderdaad. Winnen. Dat kan belangrijk zijn natuurlijk tegen een tegenstander in die poelen.